Eeuwenlang mochten Leeuwarden katholieken hun geloof alleen vieren en beleven achter gesloten deuren. In de 17e en 18e eeuw waren er 6 schuilkerken waar katholieke Leeuwarders samenkwamen. Sommige van die staties waren erg rijk en bezaten tientallen schilderijen en zilveren devotievoorwerpen van Leeuwarden zilversmeden. Sinds vandaag zijn enkele van de topstukken te zien in het historisch centrum Leeuwarden. Ja, ik zou zeggen, het zijn allemaal topstukken, want er is nog veel meer, maar we hebben een aantal toch belangrijke zaken hier neergezet. Wat een belangrijk voorwerp is, is het beeld van Maria, onze lieve vrouw van Leeuwarden. Dat is een devotiebeeld. Dat heeft voor de Leeuwarders ook van die tijd tot nu is dat een heel belangrijk beeld geweest, waar we ook de devotie weer wat meer inhoud aan het geven zijn. Het is precies 400 jaar geleden dat de eerste Leeuwarder schuilkerk werd gesticht. Dat jubileum wordt gevierd met de expositie In het Verborgene, Leeuwarders en hun schuilkerken. Waarom werden de Rooms-Katholieken en hun geloof verboden? Je praat over de 80-jarige oorlog, de Spaanse overheersing. En het is natuurlijk een vrijheidsstrijd die samenvalt met de reformatorische ontwikkeling die in de 16e eeuw is. En die culmineert, althans voor Friesland, in het jaar 1580, waarin de katholieke eredienst verboden wordt. De priesters het land uitgejaagd worden, of ze worden dominee of gaan met pensioen. De katholieken worden vanaf dat moment een soort van tweederangs burger. En dat zijn ze ook een eeuw of 2,5 geweest. En dat is de reden waarom de katholieke geloofsbeleving, de uiterlijkheid daarvan, want je mag natuurlijk altijd geloven, maar in ieder geval het uiterlijk leven daarvan, ondergronds ging. En dat in het geheim. En dan zag er toch allemaal pracht en praal die we hier op deze expositie zien, die waren er toch bij. Ja, maar in zo'n tentoonstelling zie je natuurlijk een samenballing van die 2,5 eeuw. Maar het is ook opmerkelijk, verhoudingsgewijs heeft Leeuwarden dus veel staties gekend. Afgelopen zondag werd de tentoonstelling geopend. Dan hadden we een historicus van de grootste schuilkerk in Nederland, namelijk Ons Lieve Heer op Zolder. En die trok een vergelijking met Amsterdam. En dan zie je toch dat afgemeten naar het aantal inwoners, Leeuwarden veel staties had. Veel zilverwerk. En dat heeft met de Leeuwarden zilversmeden te maken, denk ik. Dat klopt. Natuurlijk hebben wij voor gewijde vaatwerk kiezen we altijd dure en kostbare metalen, want we willen daar ook uitdrukken wat het geloof ons wat waard is in alle betekenissen van het woord. Maar we hadden de mazzel onze voorvader hadden de mazzel dat een aantal Leeuwarders zilversmid van beroep was. Dus de giften die de Prochianen bij elkaar brachten, die konden ook door onze eigen mede-Prochiaan, het begrip bestaat natuurlijk dan nog niet, gebruikt worden voor het maken van kelken, voor schalen, voor monstransen en wat iets meer zei. Waar zaten die schuilkerken? Nou, de laatst bekende schuilkerk was natuurlijk de plek waar sommige Leeuwarders weten dat nog wel, waar de vroegere Dominicuskerk aan de Speelmanstraat zat. Daar zat een kerk, een statie voor die tijd. En de andere 5 zaten daar vlakbij in de buurt. De Bonte Papensteeg was een plek, daar zaten nog 2 vlak bij elkaar. Dus binnen 1,5 kilometer van elkaar zag je 5 van de 6 van die schuilkerken. Bijvoorbeeld wat mensen nu kennen, Zalen Schaaf, was vroeger een statiekerk. Allemaal jubilea in de Rooms-Katholieke Kerk in Leeuwarden. Dat klopt. Dit jaar vieren wij als Prochie, als katholieke gemeenschap, 3 jubilea. Het eerste is dat het bisdom Leeuwarden is opgericht. Dat is 450 jaar geleden. Het tweede is, en dat is eigenlijk het meest centrale, en daar gaat het hier vandaag ook over in deze tentoonstelling, dat 400 jaar geleden de eerste 2 staties, mensen kennen het beter als schuilkerk, opgericht werden. Dus een plek waar een priester zich vestigt, ondanks het feit dat het verboden is in die tijd. En het laatste jubileum is het 125-jarig wijdingsfeest van de Bonifatiuskerk.